Zo. De verse founder in Cor. En het zijn gewoon leuke weggetjes. Er liggen virtuele drempels in plaats van echte. Dat is het leukste wat er is natuurlijk. Dan word je niet omhoog gelanceerd. En kan je gewoon genieten van je auto. Zeker als je een verlaagde auto hebt met een harde onderstel. Dus het is fijn dat je op die manier deze hindernissen kan nemen. De virtuele drempel ziet er dus uit als een drempel, maar heeft niet het effect dat je omhoog gaat. We hebben dus allemaal virtuele gehad en hier komt even een echte. Zie je? Weer naar beneden, dat is een echte drempel. Je ziet wat verschil. En dat is ook wat gewoon het mooie is. Als je een gemeente besluit om virtuele drempels neer te zetten, heb je toch een extra aandachtsgebied. Waar je denkt van, goh, daar moet ik even extra opletten. Zonder direct schade aan aan te brengen. Kijk, zeker als je ook een echte sportauto hebt. Dit is maar een GTI'tje, een hot hatchje. Maar een echte sportauto die ook een stuk lager ligt. Schamp je zo heel de voorbumper eraf. Nog even los van het effect op het comfort. Dat je ineens doelbewust omhoog gelanceerd wordt. Dat is natuurlijk ooit een reden geweest om juist wegen te effenen. Hè? Om de effenheden eruit te halen. Dus het waren kuilen, maar ook bulten. En nu worden ze weer teruggebracht. Aan de andere kant, ik heb liever drempels dan stoplichten, zo te zeggen, om mijn vaart eruit te halen. Dus als je dan toch mag kiezen tussen die twee heuvels, is het zeker beter om drempels te gebruiken. Maar ja, een slimme stoplicht wat alleen maar op rood gaat wanneer het nodig is. En dat is natuurlijk ook prima. Of een rotonde vind ik nog veel leuker. Dan heb je een beetje een bochtengedrag erin. Maar kijk, een stoplicht wat vanzelf aan of uit gaat, hè? Dat gebruikt men niet vaak om de vaart eruit te halen. Dus het lijkt allemaal leuk, maar dat is toch niet wat men daarvoor gebruikt. Ga verderop rechtsaf en volg de M232 verder. Houd je klink ook leuk, hè? Het uitlaatsysteem is HKS. Dat is een hele mooie uitlaat. Sla 400 meter af naar rechts en volg de M232 verder. Omdat die super licht is, is een spec L. Spec voor de specificaties, een L voor lightweight. En ze noemen het ook een high power, dus er zou iets meer kracht moeten bieden. Nou, met de meest interessante, voor mij persoonlijk, het is al een lichtgewicht auto, is dat die de auto nog iets verlicht. Hè. Je gaat 6,6 kilo er vanaf. Dat is ongeveer bijna een procent. En 2/3% win je aan gewichtsverlies, wat natuurlijk helemaal niet verkeerd is. En die power gains, dat zal misschien 2 pk zijn. Zoiets. Dat is niet zo heel ontiegelijk veel. Misschien iets meer, kan ook. Dan kan je zeggen, qua power to weight doet het meer aan de pk kant dan aan de kant van het verlichten. En dan heb je gelijk. Maar het voordeel van het verlichten is dat hij niet alleen werkt met accelereren, maar ook met remmen, maar met bochtengedrag. Dus het verminderen van gewicht. De rotonde naad 250 meter bij de derde afrit. Maak je overal sneller, om het zo te zeggen. Terwijl als je extra pk's hebt, ben je alleen sneller in je acceleratie. Per se met je remmen natuurlijk, want daar is niks veranderd. Niks verandert ook in de bochtengedrag ook niet. Dus daar is niet zo heel veel te winnen. Het is wel interessant omdat ze allerlei stukken hebben afgezet. Hoe je dan naar Utrecht. Utrecht natuurlijk, maar dat is als ze zeggen Utrecht. Moois te pakken. Ik vond het al even niet. Dus dat is eigenlijk van groter belang dan
pure pk-winst. Het leuke is dat je een lichte auto hebt, dan geeft je ook veel directer gevoel. Zelfs als je even hard gaat, even hard accelereert in een lichtere auto, voelt het zo kwiek en wendbaar. En daarmee vind ik zelf dat er veel meer lol te behalen is. De 745 en dan ook elektrisch. Vooral even een 330e. Dan staat de Big Daddy daarvan. Waarschijnlijk een 4 aandrijving. Mooie limousine hoor. Niet verkeerd. Sla hieraf naar rechts. Dus we mogen hier naar rechts. Terug naar 1. Frisky, eerste versnelling, tweede versnelling zo. Hoppa. Ja, we gaan nu gewoon weer de Rijksweg, de Rijksweg noemen ze dat een Limburg, maar hier noemen ze dat gewoon de snelweg op. Mooi, ja, kijk, ik kan hem wel op zijn donder geven, maar het moet een beetje warm gereden worden. Maar het mooie is dat zo'n Swiss Sport in de huidige generatie ook gewoon onderin veel kracht heeft. Met een beetje optimalisatie, loop je zo 300 Nm. Erin al beschikbaar is, wat natuurlijk fantastisch is. Dus wat biedt het jou dan als chauffeur dat je onderin al de punch hebt en dat je niet per se de motor altijd hoeft uit te wringen naar de hogere toeren? Zeker als die koud is. Het uitwringen is aan de ene kant heel erg leuk en geeft je de beleving en alle andere dingen mee. Aan de andere kant moet je goed voorstellen dat het ook schade kan opleveren. Een koude auto, een koude motor, hogere toeren, ja, dat is eigenlijk een no-no. No go. Maar met power onderin heb je toch al een koppel. En dat de pk's wat later komen, die komen dan bij als de auto wat warm is. Koppel trekkracht, heeft toch een mooi verloop. Dit was even een klein beetje, gewoon even van chauffeur tot chauffeur, liefhebber tot liefhebber, een kleine intermezzo. Foundry car, out. Zo, nieuwe Foundry car. Wat ze vaak tegen je zeggen, hè, als je een beroep zoekt of iets anders, zoek iets wat je leuk vindt, dan is werk. Hè. Als je van je hobby je werk maakt, is het gewoon genieten om te doen wat je moet doen. Hè. Je krijgt ervoor betaald om je hobby uit te voeren. Dat is aan de ene kant natuurlijk wel, hè, dat je daar de passie in hebt, maar dat is natuurlijk ook nog iets anders. En daar kom ik op terug en dat is precies tegenovergestelde bijna. Stay tuned. Vaak is de balans tussen die twee de trein. Als je van je hobby je werk maakt, hou je het vol natuurlijk. Maar je vindt het leuk, tenzij je hobby ineens verandert, ga je werk volhouden. Zeker als jij iemand bent die minder interne drive heeft, is dat van groot belang. Maar besef, het blijft je werk. Dus zelfs als je het hobbymatig leuk vindt, betekent niet dat hetzelfde is als in het werk. Want het kan een situatie zijn dat je voor contractueel gebonden bent met een bepaalde partij te blijven samenwerken, ineens heel erg stom gaat doen of vervelend gaat doen. En dan moet je er toch gewoon mee door blijven gaan, omdat je verbonden bent, omdat je werk is. Je gewoon een hobby zou zeggen, hey, ik stop er even mee, maar nu is het tak, tak, tak. Dat is punt 1. Het tweede punt is, het zal nooit dezelfde zijn, want je wordt betaald om de hobby die je misschien leuk vindt, voor anderen uit te voeren. Niet hetzelfde als jij het zelf zou doen. Dat is nog een heel belangrijk ander punt. Dus houd het alsjeblieft in gedachten. Dan de andere kant, hè, wat ik ook altijd vaak aanraad. Als je niet precies weet wat je wil doen of nergens echt heel erg goed in bent. Dat je zegt van dit is echt mijn unieke stukje. Doe iets waar je relatief goed salaris uit krijgt. En waarom is dat van belang? Het speelt niet in de founderwereld, hè, want de eerste paar jaar is het sowieso heel erg heftig. 1 op de 20 redt het maar, dus dan heb je eigenlijk alles wat je hebt gedaan voor niks gedaan als het misgaat, zeker in de biotechnologie. Dus dat speelt hier niet zomaar gewoon even in generieke zin, je gaat werken voor een baas. Als je dan iets doet waar je relatief goed betaald voor krijgt, kan niet per se, hoeft niet per se te zijn wat je heel erg leuk vindt. Maar dan heb je per uur een relatief goed bedrag binnen. Dus je zou er ook op kunnen draaien, stel dat je iets 2 keer zoveel betaalt. Als iets anders wat je misschien leuker vindt, maar dat je voor anderen moet uitvoeren, dus niet per se zoals jij het wel zelf zou willen doen, vaak tegenovergestelde.
Maar stel twee keer zo goed verdiend, hoef je ook maar de helft van de tijd te werken. En die andere helft kan je bijvoorbeeld je hobby doen, maar dan zoals jij het wil. En vraag je niet af of dat niet veel leuker is. Of iets anders doen, je hebt flexibiliteit dan. Dus het speelt toch wel een rol in hoeveel tijd je erin moet stoppen voor een bepaald bedrag eruit te halen. Hè? Hoeveel tijd heb je daarvoor nodig om je basisbehoeften te voorzien? Hoeveel tijd heb je ervoor nodig om ook sustainable te zijn? Hè? Dus als het een tegenslag is dat je ook iets kan betalen. Bijvoorbeeld, de wasmachine gaat kapot, je auto gaat kapot, je moet een nieuwe auto aanschaffen, je wil gewoon op vakantie. Of andere dingen die misschien wat meer luxe zijn, maar toch ja, het leven wel een heel stuk aangenamer maken dat je die klappen kan opvangen. In plaats van dat je steeds zwakker wordt. Stel dat je auto kapot gaat, hè, je kan niet betalen. Dan heb je helemaal geen vervoer meer. Dan moet je naar iets anders zoeken wat misschien een heel stuk minder is. En als dat dan weer kapot gaat, heb je niks meer omdat je nooit wat opbouwt. Als je ineens zonder werk komt te zitten, alleen hang je aan de hongerstaf, om het zo te zeggen. Kijk, in Nederland is het anders geregeld, hè, want de bijstanden en dergelijke zijn waar je gewoon goed op kan leven. Als je met financiën om kan gaan. Dat betekent niet dat het een vetpot is, maar je basisdingen zijn nog gewoon gedekt. Ja, soms zeggen ze te veel om te sterven, te weinig om dood te gaan, maar het is toch wel positief. Hè. Als je ziet dat heel veel personen er toch op een goede manier mee kunnen meedraaien. En zelfs af en toe op vakantie kunnen gaan of andere luxere dingen kunnen doen. Als je per se auto wil rijden, dat zijn vaak de dingen waar je als burger enorm op gemelkt wordt. Je hebt wegenbelasting, verzekering, benzinekosten, gewoon ontwaarding, onderhoud, vier flinke dingen. En dan heb je nog vervanging als vijfde waar je dan rekening mee houdt. Na een tijdje is die gewoon op en moet er weer een nieuwe komen. Dus moet er weer een bedrag in. Dat zal waarschijnlijk een stuk lastiger worden. Dat hangt een beetje af of je kinderen hebt of niet. Dat verhoogt dan weer je dingen. Maar als je als ondernemer bent, kom je niet zo makkelijk in de bijstand, zelfs niet. Ja, want wordt ook, stel dat je wat hebt opgebouwd, moet je dat toch eens opmaken. Dus dan teer je toch wel in. Maar als je dan iets hebt om erin te teren, heb je in ieder geval flexibiliteit. Dus dat zijn dingen die ja, toch wel van belang zijn. Dat je ook in plaats van leeft om te werken, werk je om te leven. Het is niet dat je moet werken dat je dan anders niet meer kan leven, maar dan de balans ligt er meer in dat je balans is je leven waarbij werken onderdeel uitmaakt. Terwijl als je leeft om te werken, is werken jouw leven. Dat is eigenlijk wat ik probeer duidelijk te maken. Een mooie reclame van de Lotus, de Hypersurf die ze nu hebben, Sport Utility Vehicle, SUV. Even gepromoot, schaamteloos. Natuurlijk ook apart, hè. Lotus ooit, eigenlijk al die jaren een merk geweest van lichtgewicht en agile sportauto's die nu met een sports utility vehicle komen, wat ook nog eens gewoon enorm zwaar is. Want elektrisch, ja, dan heb je zware accu's. Je kan natuurlijk wel wat Lotus trucjes toepassen, maar de basis blijft hetzelfde. Je houdt gewoon een zware auto. Het is toch ook wel interessant hoe dat zich allemaal aan het ontwikkelen is. Er komen ook natuurlijk weer nieuwe Lotus aan. Ze hebben nog eentje gemaakt op benzine. Of de Emira. Emira, ja. Het is een hele mooie. Lijkt wel een beetje Ferrari-achtig. Maar dan voor een fractie van de prijs. Komt met een V6 van Toyota. Supercharged. Bekend van Lotus. Of een 2 liter van AMG. Dat is dat blok wat in de AMG A45 en A45S ligt. Ook een heel mooi blok. Eigenlijk, hè, in dit geval zou ik normaal zeggen, neem de 4-cilinder. Want dat is een heel capabel blok. Ook qua tuning zal hij waarschijnlijk nog de grenzen van de 3 liter V6 Supercharged overheen kunnen gaan. Aan de andere kant, dat 3 liter blok is een 6-cilinder. Dat is natuurlijk wel heel veel aparte. Past ook meer bij een baby supercar. En het is een Toyota blok. Toyota maakt natuurlijk wel oerdegelijke blokken. Maar het hoeft niet per se een spannende blok te zijn. En omdat de 4-cilinder is ook wat lichter. Het is geen supercharging, maar turbocharging. En het is natuurlijk een van de meest potente 2 liter blokken die daar door Mercedes gemaakt is. Wat ook wel heel interessant is. Kijk hier,
een van mijn passies is bijvoorbeeld auto's. Autorijden, maar ook gewoon mooie auto's. Details, je kan genieten van een auto, van het uiterlijk, van het innerlijk. Met name hoe ze rijden, dat ze ook praktisch inzetbaar zijn, dat ze betaalbaar zijn. Ja, dat is voor een Emira is voor een sportwagen relatief betaalbaar. Hè? Ongeveer de klasse van een Porsche 716, wat ook een instap sportwagen Porsche is. En natuurlijk nog de Macan, die iets goedkoper is, maar hij is ook weer zo'n sport utility vehicle. Eigenlijk een Q5, Audi Q5, maar dan in een Porsche jasje. Leuke autootjes, hoe betaalbaarder, hoe meer ze bij mij bij mijn hart liggen. Want een auto die helemaal niet betaalbaar is, of waar je bang moet zijn als er iets mee gebeurt, dat je totaal failliet bent. Ja, want je krijgt die nooit meer op de weg, omdat het zoveel kost. Dat is heel verdrietig. En dan kan je wel zeggen, ja, als die kapot gaat, oh, dan is het maar zo, maar laat ik het zo. Maar krijg je waarschijnlijk heel weinig ervoor terug. Of je moet iemand hebben die die auto opkoopt, hè, in onderdelen, maar reken maar op dat je dan de bodemprijs gaat krijgen voor jouw bolide als het niet werkt. En dan heb je veel liever zoiets als dit. Suzuki Swift Sport kost ooit 25.000, inclusief BTW en BPM. Rijdt als een tierenlier. Doet echt op meeste weggetjes niet onder voor zo'n Emira, hoor. Zeker niet als je 5 personen mee wilt nemen, want ik ben met Emira vaak al in de wereld rijden. Dan moet je 4 keer zoveel rijden om steeds 1 passagier mee te nemen. Nee, toch een gekke geit. Het zal wat langzamer zijn dan de Emira, maar het is ook een turboblokje. Je kan ze chiptunen, je kan wat dingen upgraden aan het onderstel, uitlaat, beleving. En dan ben je nog steeds ruim 130.000 euro. Terwijl die Emira waarschijnlijk vanaf 80.000 euro of zo begint. Dan hou je 50.000 euro over. En heb je een auto die veel praktisch inzetbaar is. Maar rijden bijna even leuk en ook veel minder hoofdpijn gaat geven als iets mis aan gaat waar je parkeert, dat mensen er niet op gaan hangen. Het is toch relatief stealthy, zo te zeggen. Terwijl ik toch deze Swift in die witte kleur met die carbon accenten die standaard heeft, netjes verlaagd, mooi uitlaatzetje. Standaard uitlaatzet ook fantastisch, niks mis mee, maar ik vaak eens lichter en nog eens mooier vind ik zelf. Dan heb je gewoon een dikke bak, hoor. Ziet er echt zeer potent uit. Ik denk dat menige hyper hatch, hè? Dus de hot hatch, maar dan een hyper variant, bijvoorbeeld de RS3 of A45S, waar we net over hadden. En nog een puntje aan kunnen zuigen hoe mooi in balans en volledig die is als hot hatch. Ja, een mooie sideskirt, spoilertje achterop, mooie grill, specifiek voor dat model gemaakt. 2 duimen. Nou jongens, ciao! Dit is een founding car en gaat over honden. Dus als je niet van honden houdt, schakel uit. Als je denkt van nou, ik ben eens benieuwd wat hij van honden vindt, kan je ook blijven hangen. En we gaan nu een onderdeel bespreken, een gameness. Nou, dat is een Engelse term, maar eigenlijk betekent het de bereidheid door te gaan als het tegen zit. Een voorbeeld daarvan uit de natuur. Een mannetjesleeuw heeft een groep leeuwinnen om zich heen, die jagen normaal voor. Hij beschermt de groep, met name tegen andere mannetjes leven, zodat ook zijn nakomelingen kunnen opgroeien. Want wat gebeurt als andere leven komen? Mannetjes leven doden ze vaak. De bestaande welpjes, pas ze hun genen willen doorgeven en niet die van de ander. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet handig. Maar wat zo'n mannetjesleeuw vaak doet, die laat zich niet verjagen. Die gaat liever dood, zelfs als er 2 broers komen, 2 andere mannetjesleeuwen die hem willen verjagen. Gaat toch die oude leeuw het gevecht aan. Heel vaak zal het succesvol zijn, ondanks dat hij misschien wel eens in de minderheid is. Maar er komt een tijd dat die leeuw ouder wordt en eigenlijk de piek heeft gehad en dan een beetje naar beneden wegzakt. Maar dan nog gaat hij liever strijden ten onder dan te kiezen om weg te vluchten en dan de rest achter te laten. En wat ik zei, hè, daarmee worden dan al die welpjes gedood. En er gebeuren ook andere dingen. Hij verliest dat, ook de mogelijkheid dat die groep leeuwinnen bij hem horen en dat ze samen kunnen werken. Dat gezegd hebbende, dus hij gaat strijdend ten onder, liever dood dan dat hij een gemakkelijker pad kiest. Terwijl meestal in de dierenwereld het zo is als het leven bedreigd wordt, ze toch
eieren voor je geld kiezen, hè? En het hazenpad letterlijk kiezen. Maar dat zie je dus bij sommige dieren niet. Een ander dier, of een dierenras waar je dat vaak bij ziet, zijn de martenachtigen. Die ook in weerwil van echt serieuze competitie, hè? Of het nou een honingdas is, die je met giftige slangen of zelfs met leeuwen en luipaarden de confrontatie aan opzoekt. Wat er aan zich elke keer dodelijk kan zijn, hè? Maar het liever doet dan het uit de weg gaat. Uitzonderlijk in de dierenwereld. Honden zijn natuurlijk gedomesticeerde wolven, om het zo te zeggen. Een wolf kiest ook meestal liever het hazenpad dan dat ze tot de dood strijden. Het komt wel eens voor dat ook een alfa-wolf, dat zijn flinke dempeltjes gemaakt op snelweg, maar een alfa-wolf ook door anderen verjaagd wordt en dat hij liever strijden gaat en soms ook zijn leven liever wens op te offeren. Maar je moet je wel beseffen dat als zo'n wolf toch zou vluchten, de nieuwe wolven, de nieuwe alfa-wolven, vaak zeker voor de onzekere nemen en de wolf najagen, zeker als ze van een andere groep zijn, en dan alsnog doden. Dus dan kan of je sterft terwijl je positie inneemt, schade terug kan doen, of je sterft vluchtend als een lafaard. De sterven doen ze dan sowieso. En is het dan echt gamers? Want het is niet zoveel een optie. Ja, zo kan je het zien. Maar gamers in de hondenwereld zie je niet veel. Maar er zijn een paar rassen die dus meer op prestatie, hè? Net zoals je ook bij mensen ziet. Wie zou voor zijn lol, hè? Of voor zijn levensbehoud een verschrikkelijke bokswedstrijd aangaan of een paar achter elkaar. Toch zijn in het verleden mensen geweest die ook dat soort moed hebben getoond en toch niet opgaven. Ja, of tegenover macht streden, zoals de 300 Spartanen bij Thermopylae. Dus er zijn ook, en de mensen zijn er ook voorbeelden, maar mensen hebben ook sommige dieren zo gefokt. Ja, we hebben allemaal gehoord van de arena's waar ook levende tijgers kwamen tegen mensen en vaak stierven. Omdat de gladiatoren bijvoorbeeld wel wapens hadden, de dieren niet zozeer. Misschien een beetje een pantsering, maar dat was het dan. Ze hebben ook niet de intelligentie om er zo goed mee om te gaan. Maar ook de honden dus, de meest trouwe metgezel. Dat zie je voor terug in sommige mastiefsoorten, sommige buldogsoorten. Ja, de buldog was natuurlijk ook wel die de strijd in gaat. Als een relatief klein dier tegen een boel, hè, de stier. Nou, als je kijkt in de natuur, wordt een stier nooit gevangen door één wolf, altijd alleen door een groep. Want ja, anders nemen ze veel te veel schade. Maar een buldog doet het wel, alleen. En die buldoggen, die hadden dus eigenlijk al die gamers en die werden soms ook tegen leeuwen ingezet of tegen berenbijten, misschien was gehoord. Bullenbijten was dan op de stier, maar ook wel eens tegen elkaar. Ja, en daardoor kwamen ze dus hond tegen hond. Maar als je twee dieren hebt die allebei niet willen opgeven, natuurlijk een veel zwaardere test dan een dier dat veel sterker is voor de stier, maar uiteindelijk toch eerder eieren voor zijn geld kiest dan bijvoorbeeld die hond. Dus daar zie je het in terug. En dat is in weerwil van vaak hun eigen levensbehoud, dat ze toch bereid zijn niet op te geven. Dat is die leeuwen bijvoorbeeld. Maar je ziet het ook wel vaker bij echt confronterende terriers. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de Pattedale of andere veldterriers die echt de strijd aangaan met weerbaar wild. En dan moet je denken aan grote vossen. Sommige vossen kunnen wel eens 15 kilo wegen, niet dat de gemiddelde vos dat weegt. Je hebt echt joepers van een vos en sommige hebben ze zelfs rode vossen gevonden over de 20 kilogram. 20 kilogram vos is flink, hè? Maar denk vooral aan de das. Dat is natuurlijk weer een martenachtige. We hebben het al eerder over de honingdas gehad, of de veelvra is ook een martenachtige. Daar kennen we de Marvel karakter, de Wolverine, hè, wat de veelvra is in het Engels. Dat is heel erg moedig. Maar ook een das, en zeker op zijn eigen terrein, is heel moedig en ook heel capabel. Dus het geeft niet op. Na een tijdje denk van weet je wat, ik laat erbij zitten en ik gooi het beltje bij neer, dat zal het das niet doen. Maar ook, ze hebben sterke kaken, hele sterke spieren. Per gewicht zijn hij dus een martenachtig het sterkst, van alle zoogdieren qua spieren. En klauwen, waar ze niet alleen meer graven, maar ook vlees en spieren en ingewanden kunnen van elkaar kunnen rijden. Dus kun je voorstellen dat dat een hele zware tegenstand is. Maar een hond die ondanks dat vooruitzicht, hè, die weerbaarheid toch doorgaat, of een pettendeel die een zwijn stelt, terwijl die maar
8 kilo weegt of 10 kilo weegt, terwijl een zwijn misschien 200 weegt. Geef wel wat aan. We zijn ook groter, heb ik al eerder over mastiefs. Een voorbeeld van een mastief wat nog steeds op games ook gefokt wordt voor sommige toepassingen dan, is de Dogo Argentino, die nog gebruikt wordt voor zwijnen, weerbaar wild, maar ook puma's ervan. Dat geeft wel wat aan. En dat heb je natuurlijk ook meer. Als je, we hebben ook over bulldoggen gehad. Sommige bulldoggen zitten meer tegen de mastiefklasse aan. Amerikaanse bulldoggen hebben bijvoorbeeld ook Scott en Margarita type. Die net als de Dogo Argentino ook voor bijvoorbeeld zwijnenjacht worden ingezet. En ook niet te beroerd zijn om een beer, bijvoorbeeld zwarte beren, te verjagen of aan te vallen. Het geeft toch wel wat aan. Als je kijkt naar gewichtklasse, een wild dier, wat om te overleven ook moet doden, dus een beren, dat toch doet. Nou, en de game dus, dat maakt honden natuurlijk voor hun kleine grootte vaak, hè, of ten opzichte van hun grootte. Net zoals bijvoorbeeld een bulldog toch de strijd aan gaat met een beer. Zo moet je natuurlijk ook voorstellen dat kleine hond toch de strijd aan gaat ook met een grote hond. Of iets wat hem kan uitschakelen in ieder geval. Maakt ze toch apart. Dan heb je natuurlijk de honden uit de pit. Die games vaak combineren met extreem mensvriendelijkheid. Nou, wat is er namelijk? Je hebt iemand die een hond uitbrengt naast de hoek. Hè? Net zoals je met boksen vergelijkt, de supporting hoek. Maar in de supporting hoek met boksen staat buiten de ring. In de pit stonden ze in de ring. Bij, maar ook die van de tegenstander en een scheidsrechter die bij boksen nu bijvoorbeeld ook in de ring erbij staat. En die mochten ze allemaal niet raken. En er is een boksen die uit dan naar de scheidsrechter kan gedisqualificeerd worden. Het zou ook zo zijn als hier bijvoorbeeld zomaar iemand staat van de tegenpartij, kan het best wel gevolgen hebben. Disqualificatie, in ieder geval flink punten aftrekken. Nou, bokswedstrijden wordt vaak gegokt, hè? Weddenschappen afgesloten. En zo werd het natuurlijk ook gedaan met die honden boksgevecht, zoals je het wilde noemen. Jullie kennen ook de bokser, met name uit de boelenbijsten, dus de stierenbijten gefokt. En dat geeft dus al een beetje iets aan van de achtergrond. Dat ook eigenlijk een soort pithond, een soort kanine, dus een hondachtige versie van een prijs. Vechten, prijsboksen is voor de mensenwereld. Het waren wel regels, net als met bijvoorbeeld boksen. En het ging erom dat ze men weer won zonder gedisqualificeerd te worden. Ja? Dan heb je de terrier, die gaat dus ondergronds. Er zitten niet zozeer regels in, maar ja, de regels worden meer gedefinieerd door type werk. Namelijk een hond die weerbaar genoeg is om wat te doen. Vaak werden terriers juist gefokt die minder confrontatie opzochten. Bijvoorbeeld de wittere terriers, denk aan de Fox Terrier of Jack Russell Terrier, die gaan wel de confrontatie aan, maar blijven ook vaak wat meer op afstand, waardoor ze veel minder schade oplopen. Dus dan wat de kans op serieus letsel een stuk kleiner is, daarmee ook de benodigde game een stuk minder. Terwijl de zwartere type, de zwarte blackfell, om het zo te zeggen, van de Betterdeel, veel meer wel de confrontatie opzochten, daarmee ook veel meer schade kregen. Maar de kans, snap van de prooi natuurlijk veel kleiner, want die werd vastgehouden. Ook al deed hij heel lelijk, werd hij toch vastgehouden. Maar daarmee wordt natuurlijk ook de gamers veel zwaarder beproefd. En daarmee heb je dus hoge mate. Sommige mensen zeggen ook dat gamers is, bijvoorbeeld bij jachthond, dat hij achter de prooi, het game aangaat. Maar dat bedoel ik hier niet. Met een terrier is het vaak wat ze ondergronds werken, dus zonder scheidsrechten en dergelijke. De mensvriendelijke component niet meer zo belangrijk. Toch zijn deze honden heel vaak heel mensvriendelijk. Hoe komt dat nou? Nou, een hond die meer pijn kan verdragen, zal veel minder snel labiel gedrag vertonen. Hè? Dus dat ze, stel dat bijvoorbeeld een kind per ongeluk erop gaat staan. Of zelfs expres, als je een kind hebt wat nog wat moet leren of slecht opgevoed is, zal de hond veel minder snel uitvallen. Een ander stukje is natuurlijk, als je kijkt naar de oorsprong, al die hele harde honden, of nou de vroege bulldog, vroege mastief, Engelse bulldog, je kent het allemaal wel. Toen ze nog mee werd gewerkt, maar ook de Boer en Terrier, waar dus de
pithond ontwikkeling is begonnen. Maar ook bijna alle terrierrassen komen uit Groot-Brittannië. Kijk, en als je daar kijkt, dat die, daar werd dus die mentaliteit, de harde selectie toegepast. Maar je kun je ook voorstellen natuurlijk dat in terriers die meer confronterend vermogen hebben, natuurlijk ook meer soortgelijke selectie is heeft plaatsgevonden als bijvoorbeeld met honden die in een, in een bloedsport zo gezegd moesten presteren. Hè. Of het nou was om tegen elkaar op een hondachtige manier prijs te vechten. Of bijvoorbeeld prijs te vechten dat ze zoveel mogelijk ratten moesten doden in een korte tijd. En daar, met name dat laatste, was natuurlijk ook een soort van bloedsport. Maar er werden een aantal ratten dat gedood werden gedeeld door het gewicht. Daarmee heb je het liefst natuurlijk zo'n klein mogelijke hond die toch efficiënt ratten kan doden. Dat is natuurlijk ook geschikt voor terrierwerk. Maar de condities eigenlijk, en dan kom ik terug op het verhaal, de condities van wel niet zozeer regels met terrierwerk, maar de condities zijn dat normaal één hond naar binnen gaat. Dan zet je twee honden naar binnen, dan duwt de achterste hond de voorste hond verder naar voren. Dan zit hij eigenlijk tussen de hond achter en de prooi voor hem die hem allebei beschadigen. Dan krijgt die hond binnen natuurlijk veel meer schade, dus dat is natuurlijk niet handig. Maar moet het dus ook alleen klaren. En dan zes honden die andere sporten zo vecht. Maar ook dat hij het moet klaren onder condities die beperkend zijn. Hè. Vijandig terrein. Dat sowieso, maar ook natuurlijk heel erg beperkt waar je doorheen kan. Het was een rol bijvoorbeeld van een vos of van een das, van je kan voorstellen dat het niet oneindig groot is. En dan moet je zich toch kunnen handhaven. Dus de hond moet klein genoeg zijn om daarin te passen, zich ook mogen kunnen keren, erin te kunnen bewegen. Maar ook om sterk en groot genoeg om het weerbaar beeld te kunnen stellen. Als jij er wel in past, maar vervolgens een snackje bent voor meneer de Vos of meneer Das, misschien natuurlijk niet op. Maar maakt het probleem alleen groter. Dan worden de roofdieren niet verwijderd, maar ben je ze eigenlijk aan het voeren. Zo gezegd. Kijk, er is natuurlijk ook een verschil tussen een jachtmethodiek waarbij ze de vossen juist uit willen jagen, wat vaak met wittere terriers gebruikt gebeurde. Wittere terriers gecombineerd met drijvende honden, de vossenjacht, bijvoorbeeld met drijvende honden, met die rood jasjes op paard en met voetvolk en zo, zomaar 100 man achter één vos aangaan, met heel veel honden, misschien ook wel 100 of een paar 100 honden, dat is natuurlijk verschrikkelijk zware beproeving. En als dan zo'n vos ondergronds was gelopen, werd hij weer uitgejaagd dat ze weer door konden jagen door voor zijn terrier. Het gaat er niet om efficiënt, hè? Roofdieren te stellen of uit te schakelen, maar eigenlijk voor mensen vermaak. En dat is natuurlijk een hele andere invalshoek dan de werkende terrier die probeert efficiënt het dier te stellen, wat dan eventueel nog dan verplaatst kan worden of anders in ieder geval uitgeschakeld kan worden in plaats van dat het zo lang mogelijk als een speeltje dient en daarmee bijna bezwijkt aan de hartfalen, omdat het zo tot het uiterste geproefd wordt. Maar als ze dan zo'n witte hond al een terrier onderin gooiden om hem eruit te jagen, vaak met blaffen, die zorgt dus voor dat de vos wel kon springen. Ja. En dan springen weer achtervolgd kan worden of eventueel geschoten of iets anders. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal dat de hond die vastpakt en grijpt, zodat de prooi niet kan ontsnappen. Dat moet op gegraven worden, dat is ook veel zwaarder werk natuurlijk. Hè. De kans dat de vos op dat ontsnapt is natuurlijk veel kleiner. Dat hij ook een andere hol gaat, is ook veel kleiner, want dan kan het ook wel met een witte hond wel. Dan worden die ook veel minder gebruikt voor dassenjacht, zwarte harde honden. Maar ja, je moet natuurlijk wel er naartoe graven en er is een grote kans dat de hond sterft. Dat is dan de verwondingen die weer bij wild op te leggen of is aan instortingsgevaar verbonden. Het is allemaal niet niks wat daar gebeurt. Neem dat wel even mee in de overweging waarom ook niet alle terriers even game zijn. Ja, dat de game dus waar we
af en toe is omdat ze daadwerkelijk achter de prooi aangaan. Achter de prooi aangaan is natuurlijk, hè, als je de prooi als game ziet, toch een opslag, maar het is niet per se dat ze een hele hoge mate van weerbaarheid beschikken. Dan even een korte noot. Ik hoop dat jullie er toch wat aan hebben gehad. Deze keer ook in Nederland, misschien makkelijker te begrijpen. Ik wens je een hele fijne dag. Het regent hier echt behoorlijk. Je hoort het waarschijnlijk ook op de microfoon. Dus buiten is het niet echt per se super leuk. Maar ja, dat geeft dan wel weer mogelijkheden om ook weer verhaal te vertellen. Waar je misschien iets mee kan. Ciao!